jongens, ik ben weer Dennis, aka Denniske. En vandaag hebben jullie een nieuwe GTA 5 video. En in deze video laat ik jullie zien wat er allemaal nieuw is in de GTA 5 Valentine's Special. En dat is een soort van DLC. Het is niet iets wat je apart moet downloaden. Het zit gelijk inbegrepen bij de nieuwe update. Maar in ieder geval, het is dus wat nieuws. En ik laat jullie zien wat er allemaal nieuw is. En op het moment dat ik dit inspreek, is het dus vrijdag. Het kan zijn dat deze video door mijn internet pas op zaterdag online kan komen. Maar in ieder geval, ik doe mijn best om het vrijdag online te krijgen. In ieder geval, deze DLC is niet super uitgebreid. Maar het is een gratis DLC update dus, eigenlijk. Maar in ieder geval, er zijn wat dingetjes die nieuw zijn. En onder andere ook een nieuw wapen. En dan kun je dus hier zien, dit is het nieuwe wapen. De Gutenberg Sweeper. En het is eigenlijk afgeleid van de Tommy Gun. En dat had ik ook al gezegd in mijn laatste GTA video volgens mij. Of mijn ene laatste. In ieder geval, het is een super fijn wapen. En ik laat het zo meteen ook zien. Hij schiet super snel. Hij heeft veel ammo, maar ik gooi er ook gelijk extended mags op. Dus ik weet zo niet uit mijn hoofd hoeveel hij heeft als je dat er niet opgooit. In ieder geval, ik kan nog geen gouden camo kopen in deze video. Of ja, in ieder geval in deze video wel, maar niet in dit gedeelte. Ik kom zo meteen terug, want ik ga naar buiten. Dan ga ik eventjes snel iemand killen, een bounty. Kom ik gelijk weer terug. En dan koop ik hem in het goud. En dan zal ik allemaal doorspoelen of knippen, weet ik wel wat. Maar in ieder geval, hij ziet er enorm vet uit in het goud. Het is gewoon precies zoals je verwacht. In ieder geval, hij valt een beetje onder de submachine guns. En ik zeg een beetje, want je kunt niet echt categorieën aangeven bij GTA. Want bijvoorbeeld rechtsboven, net als dat ik kijk, zijn heel veel submachine guns. Maar er staat ook ineens light machine gun tussen. Dus ik weet niet echt hoe dat ingedeeld wordt. Maar in ieder geval, ik vroeg me af of dat je hiermee uit de auto kon schieten. En dat kan dus niet. In ieder geval niet als je achter het stuur zit. Je kunt niet met één hand met dit wapen schieten. Dus dat is jammer. Maar dat is ook wel een beetje te verwachten. Kan volgens mij alleen maar met de Uzi en met pistooltjes. Dus dat is ook vrij logisch. In ieder geval, hier kom ik ook weer terug. Ik had die bounty had ik even gekild. Het was 9000. En toen kon ik dus mooi mijn gouden camo kopen. De gouden camo kost 10.000. Je hebt ook een platinum camo. Die kost volgens mij 12.000. Alleen ik vind zelf goud vetter. Dus ik had voor goud gekozen. En die ga ik zo meteen eventjes kopen. Laat ik jullie zien. In ieder geval, zoals ik al zei. Het is iets uitgebreider als dit. Maar het is niet super uitgebreid. Want je hebt verder rest heel veel verschillende kleding. Nou, de meeste mensen interesseert het niet. Ik zal het zo meteen wel allemaal laten zien. Gewoon snel erheen skippen. Ik kan dus niets kopen omdat ik na deze aankoop zo wat broke ben. En helemaal aan het einde van de video ben ik helemaal broke. Want ik ga volgens mij nog een paar keer dood. Want een paar mensen die hebben het op mij gemunt omdat ik een paar mensen neerschoot. En dat vonden ze niet echt grappig. Dus toen was ik dus echt al mijn geld kwijt. Dus uiteindelijk ben ik helemaal broke, dus ik kon geen pakken kopen, ik kon niet echt laten zien, maar ik skip er zo een beetje doorheen, dan kunnen jullie zelf kijken. Aan het einde van de video zal ik ook die nieuwe wagen laten zien. En het probleem bij die auto is dat die $750.000 of GTA money kost of zo, weet ik hoe het wil noemen. In ieder geval, hij kost enorm veel en dat geld heb ik sowieso niet als ik niet eens 1000 heb of 10.000 voor een gouden camo. Dan heb ik natuurlijk ook geen 750.000. En dat is op zich niet zo erg. Want ik had ook geen plek in mijn garage. Dus ik zou hem sowieso niet kunnen kopen. Hier heb je trouwens die pakken. Er zijn vier van die broeken. Als je kan kijken. En ik skip er zo meteen erin. Dus onderaan zie je ook part of the Valentine's pack. En dan kun je ook weten wat er nieuw is. In ieder geval, zoals ik net al zei over die wagen. Ik had hem niet. Alleen gelukkig kwam er een abonnee in. En hij heette Robin, ik weet zo niet precies de complete naam. Dan zien jullie sowieso aan het einde van de video. In ieder geval bij hem stap ik in en dankzij hem kan ik ook de auto in jullie showen. Dus dan krijg je hem ook te zien. In ieder geval hier kun je dus ook een paar van die jasjes zien. Zijn er volgens mij een stuk of 5. En zo ziet het niet vet uit. Maar als je echt zo'n compleet pak hebt is dat wel uber vet. En hier heb je allemaal shirtjes, dat is niet heel erg speciaal. Zijn er op zich wel enorm veel. Maar die shirts en zo zijn niet echt interessant. Uiteindelijk heb je ook nog maskers. Ik vond het wel raar dat er geen nieuwe hoeden waren. Want ik had dat wel verwacht bij van die maffia gangster shit. Verwacht ik echt een hoed. Alleen er was dus niks nieuws qua hoeden. Dus dat had ik wel verwacht. In ieder geval het een paar maskers. Nou, dat is allemaal fucking lelijk. Vind ik persoonlijk. Misschien vinden jullie het vet. Maar ik niet echt. Maar dit is eigenlijk zo'n beetje alles. En daar ook dan die auto. Die auto kun je tunen. Ik weet niet in hoeverre volgens mij. Alleen een leuk kleurtje erop. Misschien hier en daar andere lampen of zo. Maar je zult er geen dikke spoiler op kunnen zetten. Maar je kunt hem wel een beetje aanpassen, heb ik gezien. En hier had ik een abonnee die was mij gejoined. Of in ieder geval iemand uit mijn crew. En ik had gewoon zin om iemand elkaar te slaan. Dus in ieder geval, als je er bent, sorry. Maar ik had er gewoon zin in. Dus had er gewoon niet moeten lopen. Punt uit. In ieder geval, zometeen komt die Robin eraan. En dan zullen jullie de complete naam zien. En eerst wil ik hem eigenlijk neerschieten. En één ding kon ik op een verkeerde poppetje. Hey, die auto, dat is wel chill. Dus die kan ik jullie even laten zien. Dus ik stap even bij hem in. En dan zien jullie daar ook de auto. Ja, je ziet hem nou eigenlijk ook al. Maar het is een apart ding. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik ervan kan zeggen. Ik vind het knap dat hij het geld heeft. Waarschijnlijk zal hij nou ook niet zoveel geld meer hebben. Want als het goed is, alle mensen die geld hacken hebben gebruikt, die zijn altijd geld kwijt geweest. Dus het lijkt me sterk dat hij iets van 200 miljoen heeft of zo. Dus ik denk dat hij niet heel veel geld meer over zou hebben.
En zo nu een beetje lag. Shotty Robin heet hij. En misschien dat ik het verkeerd zeg dat je Robin heet. Maar ik heb heel vaak mensen horen zeggen als met 1B dat het echt Robin moet uitspreken. Dus bij deze volgens mij Shotty Robin. Dus in ieder geval enorm bedankt voor, ja, voor het langskomen. Heel random misschien. Maar ik vond het wel fijn, want ik wist eigenlijk verder als niemand die auto had. En zo kan ik hem jullie toch showen. Dus in ieder geval enorm bedankt mocht je deze video kijken. En verder rest heb ik niet gek veel meer te vertellen. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. En ik zou zeggen, abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.